Deze man bijvoorbeeld, Emanuel Gaudiano. Vorig jaar was hij even niet alert, startte hij heel wat seconden te laat en werd hij uiteindelijk alsnog vierde. Met deze Carlotta. Nu is ze pas 8, vorig jaar was ze pas 7. En competitief is ze al van jongs af aan, deze nakomeling van Giacomo Malcento. Gefokt door Paul Schokkemeulen. 8 jaar oud. Carlotta, de Italiaan, Emanuel Gaudiano. Dit de kloppen tijd, 81.17. Als iemand het kan, is hij het wel. Voor de duvel niet bang, zoals ze dat dan zeggen. Emanuel Gaudiano. Zeer scherp en competitief deze Carlotta. En vol gas naar het voorterrein. Emanuel Gaudiano, hij wil altijd winnen. Hij geeft nooit op. Gaat voor de linkerwending. Ja, Carlotta is weer scherp hoor, als van ouds. De tussentijd is sneller, 1,5 seconde. Dus hij moet rustig blijven, hij moet nul blijven. Dan gaat hij het redden. Emanuel Gaudiano met Carlotta, want hier nam Michael misschien wel iets meer tijd voor de zekerheid. Maar Emanuel is niet bang voor een fout en krijgt hem voorlopig nog niet. 81.17, de tijd is goed. Maar de laatste, ja, die blijft liggen. 80.31 aan de leiding. Emanuel Gaudiano, Carlotta. Ze nemen direct de leiding over van Michael van der Vleuten. Wie had dat gedacht? Michael die hier gewoon 7 seconden los stond en meteen wordt geklopt. Ongeveer een seconde sneller. Emanuel Gaudiano en de zeer competitieve Mary Carlotta. Wat een sport, je denkt dit kan niet sneller dan 81. Ja, de Italiaan gaat aan de leiding. Van start tot finish, vol gas. Geen één keer getwijfeld. Maar we hebben er nog 3. En dat zijn niet de minste. Dat zijn 3 deelnemers die hier al op het podium hebben gestaan. Gisteren won deze combinatie. Nicola Filippaerts met Ustina Sitte. Harry Smolders won ook een proef met Tendre Dufour. En Bert Vermeulen, die werd tweede. Met 1 jaar Quick Nina. Die afstamming vind je wel terug bij dit paard.